Op naar het Tolhuis in Gent, waar Beziktas hun thuisbasis heeft. Met de komst van Futsal Academy Antwerpen lagen er wel mogelijkheden bij de club van voorzitter Top en zo geschiedde. De Antwerpenaren moeten de wet ter sterkste ondergaan en zien zo de thuisploeg lekker ballen gekruid met de nodige goals. Wedstrijd gespeeld, wanneer we richting kleedkamer trekken, denken we dan. Met dan al een 4-0 op het scorebord. In de tweede periode kunnen de bezoekers dan nog wel enkele malen scoren, maar ook Beziktas weet de weg naar het doel staan. En eindelijk durven we te zeggen dat we een wedstrijd van de thuisploeg Beziktas waardig zagen, waar alle neuzen in dezelfde richting stonden. En zo mogen ze terugblikken op een geslaagde propaganda voetbalavond in het Tolhuis. Beziktas Gent versus Futsal Academy Antwerpen met een eindscore van 10-3, wat hen alvast op plaats 3 zet in het algemeen klassement op 3 punten van leider Hoboken, met weliswaar een wedstrijd meer gespeeld en een punt voor het nummer 4 Jette, dat vorig seizoen nog degradeerde uit Eerste Nationale. Op de volgende speeldag moet Beziktas afzakken naar Charleroi, de nummer 10 uit het algemeen klassement. Ik ben tevreden over de ploegprestatie, want ik vind echt dat iedereen voor elkaar heeft gevochten. En ook zo zie je dat we als we als team spelen, dat we veel meer gaan kunnen bereiken. Wij mogen heel tevreden zijn. We hebben in de eerste helft het een beetje moeilijker gehad, maar de turbo is in de tweede helft wel op dreef gekomen. Ja, de eerste helft liep alles redelijk goed. De tweede helft, begin, kunnen we wel spreken van een klein tipje, hè? De 3 tegendoelpunten. Ja, zoals we altijd gewoon zijn, je staat voor in de eerste helft, je komt toe in de tweede helft en dan begint die nonchalance. Maar kijk, goed herpakt, de hele tegenaanval geweest en niet gestopt en zo hebben we die 10-3 kunnen maken. Ja. Kunnen we wel zeggen vandaag dat de kwaliteit van Gent er goed is uitgekomen? Inderdaad, vandaag met heel veel ontbrekenden die er niet zijn, gekwesten, zieken, geschorsten zelfs. Dus vandaag, ik denk dat de ploeg die er nog vandaag was, wel de kwaliteit wel getoond heeft, inderdaad. Goed, volgende week spelen we wedstrijd tegen Charleroi, een ploeg uit de lagere regionen, maar ik denk niet dat jullie in de moeite zijn om te verslappen nu. We proberen de reeks door te trekken en kijk, elke ploeg is altijd een gedaagde tegenstander. We staan er klaar voor, we trainen er nog altijd voor en we gaan wel zien wat er gebeurt in Charleroi.